Het lijkt wel een James Bond bus. Wat voor gadgets zit er allemaal op? Als we, we kunnen bij de motor beginnen, 480 pk MN motor. Dan gaan we naar de buitenkant toe, daar kunnen we kleppen automatisch open doen. Dan komen er grote PA-boxen tevoorschijn. Er zit een scherm naar de buitenkant toe gericht, een beeldscherm. Vlammenwerpers bovenop het dak, twee stuks waar we een vuurbollen mee kunnen stoten van een 3 meter hoog en 1,5 meter doorsnede. Blauwe ledverlichting onder de bus, dan zijn er een 42-tal grote beeldschermen die in één grote videowall aan elkaar gekoppeld zijn. We hebben internet aan boord, we hebben digitaal tv aan boord. Het schiet me zoal niet te binnen wat er allemaal in zit, maar het is een hele lijst. Heeft u ook een kip en soepautomaat? Uiteraard. Jij zorgt voor de techniek van deze hele bus. Waarom 22 Mac Minis? De Mac Minis die verzorgen de aansturing hier van alle schermen in de bus en de aansturing van het geheel vanaf de buschauffeur. En de Mac Mini heeft als groot voordeel dat hij heel compact is opgebouwd. Weinig losse componenten intern, want we gaan natuurlijk rijden met de bus, dus het gaat resoneren. Laag stroomverbruik, klein formaat en goed te betalen. En hij draait ook gewoon OS X? Het draait OS X als operating system en daarnaast draaien wij een programma dat heet Catalyst. En dat is speciaal gemaakt om video te synken tussen meerdere machines over een netwerk. Laten we eens een kleine tour maken. Wat is er nou allemaal voor nodig om deze bus draaiende te houden? Dan beginnen we bij de spanning. 6 accu's. Die als de bus rijdt, laat hij die op. Dus we krijgen hier een rijtje versterkers voor al het geluid. Dit is een omvormer van het lichtprotocol naar Ethernet. En vanaf Ethernet gaan we dan de Mac Minis in. Het hele concept is gebouwd op schermen en op content dus. Dus we beginnen hier met schermen op de koppen. Dan beginnen we met de schermen hier aan de zijkant allemaal. Er hangen er 7 aan de ene kant en 8 aan de andere kant. Dan hebben we op de grond 13 schermen waar we 1 videowol van kunnen maken. En dus ook dingetjes door kunnen laten rollen, zodat ze een blikje van de ene kant naar de andere kant kunnen laten rollen. Ik vergeet twee bijna full color lasers die erin zitten. En ik vergeet de schermen in het dak. Die zitten er uiteraard ook in. En dan zit er in de kofje 4000 kanalen LED's. En onder de stoelen zitten ook nog LED-verlichting. Waarom gebruik je nou Mac Minis en niet bijvoorbeeld PC's met Vista? Daar weet je zelf het antwoord wel op, denk ik. Wij draaien hier OS X omdat het gewoon heel stabiel is. Het is heel fijn operating system als het om videobewerking gaat. Ik zie je toch heel stiekem een Windows-scherm. Wat is dat? Nou, we draaien ook inderdaad stiekem Windows, maar dat draaien we onder VMware. Het probleem namelijk, als we een Windows-machine hadden gebruikt, als de spanning eraf gaat en de spanning gaat er weer op, dan start die machine nooit meer op. Of tenminste, dan slipt die heel langzaam dicht en start het programma ook niet automatisch op. Wat we nu hebben gemaakt is een Mac Mini, waar we VMware op draaien. Daar draaien we het softwarepakketje in, wat eigenlijk alleen maar te krijgen is voor Windows. Maar daardoor in OS X kunnen we daar wel snel koppelingen maken en dat het allemaal automatisch opstart en dat het automatisch inderdaad naar 1 scherm gaat. Doe dit nou iedere dag, 22 Mac Minis inbouwen in een bus? Nee, niet in een bus. Wij doen normaal gesproken evenementen, theater, tv. En daar verzorgen wij licht, geluid en video. En voor het videodeel gebruiken wij daar normaal gesproken Mac Pro's. En die vielen hier in dit geval af vanwege het formaat dat het gewoon fysiek daadwerkelijk niet past in de bus. Dus vandaar naar de Mac Mini toe. Ik heb heel veel apparatuur gezien. Wat kost het nou om dit in te bouwen in mijn eigen bus bijvoorbeeld? Veel. Ja. Een schatting? Ik denk dat je gaat ruim over een ton heen, alles bij elkaar. Met schermen en alle techniek die erachter zit, zie je daar ruim overheen. Als ik nou deze bus wil huren voor OMT, wat gaat me dat kosten? Nou, ik denk dat je dan voor 2.500 euro of 3.000 euro de hele dag onder de pannen bent. Inclusief chauffeur? Inclusief chauffeur.